We hebben hier een wielhorse, Toro wielhorse 523 DXI. Driecilinder, Vanguard, motorcentrum, diesel. Mooi dieseltje. Volgens de uren tellen heeft hij 300 uurtjes gelopen. Hij ziet er ook nog wel keurig uit. Super prima huis. Een 2,5 inch maaidek op. Dat is ongeveer 1,30 meter of zo. Ziet er ook nog prima uit. Iedere staartje. Dat is achteruit, dat is vooruit. Heeft een stuurkrachtiging. Er zit ietsje speling op, moet even afgesteld worden. Heeft iedere staart met groepen. Dus dat is hoog. Dat is laag, maar je hebt neutraal natuurlijk als je hem weg wilt duwen. Dat is cruise control. Dan heb je hier, dat is van het maaidek. Omhoog en laag gaat ook hydraulisch bij deze. Dan heb je hier je gas, maaidek knopje. En dan, die is volgens mij voor het stuur. Die kun je dan verstellen. Dat heb ik gekeken. Ziet er nog in principe keurig uit. Gasbandjes, even een rondje omheen. Hij is volgens mij van bouwjaar 1998. Ja, een dieseltje die kan veel aan. Zullen we even een keertje starten. Klein beetje gas geven. Draai je sleuteltje om, gaat dat lampje branden. Het is goed dus die rechterlampje moet uitgaan. Dan kun je hem starten.